Nou, geweldig dat ik weer hier bij u mag zijn. Het is eind rijden, maar ja, gelukkig hoef ik het niet te lopen. Ik hoef alleen maar te sturen en goed wakker te blijven en goed op te letten. Want het verkeer is geworden druk, u weet, het gaat allemaal snel, snel. Maar het is heerlijk om hier te mogen zijn. Maar ik werd er zo bij bepaald, het is eigenlijk zo'n grote contrasten waar ik ook doorheen ga. Ik was gistermiddag exact om deze tijd in een crematorium van een buurman. Om erbij te wezen om de familie nog te condoleren. En er sta je in een heel andere omgeving. Wij hebben hier de Heer geloofd en geprezen en hem groot gemaakt. En dat is de kracht om te overwinnen. Maar als je daar komt, doe mij zeer persoonlijk. Het heeft mij erg bewogen. Maar ik kom voor de familie. Ik kom voor degenen die hem lief waren. Want die zijn nog het land der levende. Daar kan ik nog mee communiceren. Daar kan ik nog mee spreken. Daar kan ik nog over Jezus vertellen. Maar degene wat over betreft, die is overleden. En zo is het ook met ons leven. Als de levensadem uit ons is, dan kunnen zij het niet, zijn we niet meer aanspreekbaar. Heeft het geen zin meer. Maar wel met degene die nog in het land der levende zijn. En daarom feliciteer ik u bijzonder dat u nog een nieuw jaar van genade ingegaan bent met onze Heer en Heiland. U bent toch in het land der levende. Wij kunnen nog communiceren. Wij kunnen nog iedere keer opnieuw, ik noem het wel eens recetten, iedere keer wat in het verleden pijn deed van verbittering of teleurstelling, gaat recetten. Laat het bij de Heer Jezus. En ga opnieuw beginnen. In hem verbonden. Want we zijn een nieuw jaar begonnen, broeders en zusters. En dat is toch geweldig, wat een genade. Dat het allemaal nog steeds kan en mag. En daarom wou ik je ook zo bemoedigen. Ook vanuit Gods woord. En omdat we nog zo dicht bij het oud en nieuw vertoeven, wil ik het ook gewoon met u nog even over een korte terugblik. Maar veel meer heden en toekomst. Want we zijn op weg. God heeft een plan met ieder van u die hier is. En u hebt een afgelopen jaar, hebben u zaken misschien meegemaakt. U hebt misschien geliefde weg moeten brengen. U hebt misschien een teleurstelling ervaren. U heeft met gezondheid misschien een toppen geweest. Dat moeilijk was. Maar weet je wat het geweldig is? En de Heer verbonden. Wat ook pastor Hans ook gezegd heeft, net in het begin ook al. Van het is zo belangrijk om uit te spreken, te proclameren dat de kracht van de Heere Jezus heeft hij ook geschonken aan zijn kinderen. Dus we moeten altijd in Jezus naam proclameren. Nooit van onszelf. Van onszelf hebben wij niets, want we moeten gevuld worden. Maar als wij gevuld worden door de Heilige Geest, broeders en zusters, geweldig, dan komt die vrede en die liefde en die kracht, die stroomt er doorheen. En ik moet ook nog, ik heb ook nog een heerlijke mededeling waar ik nog zo dankbaar en klein beetje ietsje trots ben op mijn kleinkinderen en mijn getrouwde dochters. Afgelopen kerstdagen was het ook zo bijzonder, broeders en zusters. Omdat ik in de polder woont en gewoon een boer, als het ware, ook met een flink huis erbij. Kwamen allebei mijn getrouwde dochters met de mannen, met 5 kinderen, kleinkinderen van mij. En die hebben 2 volle kerstdagen bij mij gelogeerd. En die zijn bij opa te gast geweest. Dus het hele huis bewoog. Dus alle slaapkamers waren vol. En dat is zo mooi. Want de ouderen die blijven dan graag en nog even lekker rustig nasudderen. Maar op bed nog even een beetje bijkomen. Maar die kleintjes die zijn dan enorm goed vroeg wakker. En wat doen die? Die komen en dan komt er in om het hoekje van de deur kijken. Want opa is natuurlijk al lang beneden. Opa zit aan de keukentafel met Gods woord voor te bereiden op de nieuwe dag weer. En te bidden voor je kinderen en voor je kleinkinderen. En dan gaat die deur zo zachtjes open. Komt er zo'n schuchter koppie. Opa, ik heb dorst. Nou ja, en dan geven ze wat drinken. En dan gaan ze naar de kamer en dan gaan ze wat spelletjes doen en wat rommelen. En de ouders hebben er helemaal geen moeite mee. Ik denk, het gaat prima zo. Ze gaan lekker naar opa toe. En opa die vangt ze op. Maar dat is ook weer de vreugde die ik mag hebben. Dus ik zeg het wel eens. Iedere tijd heeft ook zijn seizoenen. Iedere leeftijd heeft bepaalde seizoenen. Waar we mee te maken hebben. En als je dan wat ouder mag worden, heb je al een terugblik op heel veel wat je al doorheen gegaan bent. Ook door pijn, door moeite. Want voor mij persoonlijk zijn er 2 bij de Heer. Een zoontje van 3 jaar en mijn vrouw 10 jaar geleden, die zijn bij de Heer. Maar weet één ding, die zijn verlost
ook van pijn. Maar die zijn in zijn heerlijkheid. Maar wij moeten hier nog wel eens een beetje peigeren. Zachtjes gezegd, er zijn er ook, die hebben pijn. Die moeten met pijn, die willen leven met pijn. En daar hebben we kracht van nodig. Heren, geef ons de kracht om te overwinnen in uw naam. En dat hebben we allemaal nodig. Ieder zoals wij hier allemaal zo aanwezig zijn. We hebben allemaal een levensboek. En ik weet zeker, als ik uw levensboeken zou weten, dan weet ik zeker, er zitten bladzijden in die niet gemakkelijk geweest zijn in uw leven. Maar onthoud één ding. We zijn nog in het land der levenden. We hebben nog keuzemogelijkheden. We mogen iedere keer nog beslissen. En ik vergelijk het leven ook wel eens ook met een trein. We zitten in een levenstrein. En we zitten op de rails. Die trein die gaat en die gaat. Maar die stopt regelmatig bij stations. Hebben we de kans om nog te veranderen. Van plannen, van daden, wat we doen. En wie we ook toebehoren. En daarom is zo belangrijk, zoals je zo lang ook de kracht ook ontvangt, dat je ook de juiste keuzes maakt, iedere keer opnieuw. Dat je de juiste levenstrein, in de juiste trein gestapt bent van de Heer Jezus. Want dan komen we ook neer bij de eeuwige heerlijkheid. Maar als we dat niet doen, dan maak je geen keuze voor Jezus. En dat ga ik ook meenemen in de woordverkondiging. Dan hebben we geen toekomst. Maar in Hem hebben we een toekomst. Een heerlijke toekomst. En degenen die ons voorgegaan zijn, de geliefden van ons in Hem gestorven zijn, die hebben het heerlijk. En wij zullen eens volgen. Maar zolang die ons een liefdesadem geeft, hebben we hier nog geen AOW. Want in Gods Koninkrijk zijn we altijd, hebben we altijd werk. Wat zegt God in zijn woord? Het laatste vers van Matthäus staat zo duidelijk in. Je zult mijn getuige zijn. Dus we hebben altijd een opdracht om te getuigen wat in ons is. Wat de Heer in ons hart legt. En wat in jouw hart legt, dan ga je uitspreken. Met blijdschap, met stralende ogen. En als je ergens komt, ook op een crematie. En je komt er na afloop met de familie in contact, met de mensen om je heen. Dan mag je toch uitstralen de zekerheid en de blijdschap die de Heer in je hart schenkt. En dan mag je ze ook mee bemoedigen. En dat ervaar je, dat hebben de mensen nodig. Want ze hebben wezen, hebben ze allemaal die bemoediging nodig. En nu ga ik u lezen vanuit Gods woord. En dat is nog een echt ouderwetse psalm. Van de ouderen van ons die kennen, die weten dat wel. Dat noemen ze wel eens de oudejaarspsalm. Psalm 90. Hey. Maar die ga ik toch even lezen. Eventjes voor een korte terugblik. En ook om te zien waar we staan. Maar dan eindigen in de volle kracht van Jezus Christus. Want dat heeft hij ons geschonken door zijn genade. Dan ga ik me nu voorlezen wat ik al net zeg uit Psalm 90. En ook voor degene die ik nog geen gezegend nieuwjaar toegewenst heb, bij deze, achter de microfoon vandaan, voor een ieder nog een gezegend nieuwjaar. En dat het u wel zal gaan, dat het u goed zal gaan. En dat weet ik wel. Het zal altijd misschien niet gemakkelijk zijn, maar hou vol. Want het is net als dat een kind ook jarig wordt. En je weet, eens krijg ik een cadeautje. En als je dan wat tegenslaan, wat moeite hebt, een kind of wat ook. Maar dan denkt hij, eens ben, dan kom weer, word ik jarig. En dan krijg ik een prachtig cadeau. En voor de cadeau, en daar gaat hij voor. En zo is het ook met ons allemaal. Wij moeten weten, als hij niet gemakkelijk, dat hij hier ook met problemen te maken hebt. En hem met problemen, iedereen heeft ermee te maken. Maar weet één ding, gaat de kracht bij Jezus Christus halen. Want die geeft ons de kracht om te overwinnen. Door al deze zaken heen. En nu ga ik u voorlezen uit Psalm 90. Ja, ik moet af en toe misschien een klein beetje kuchen, broeders en zusters. Want de verkoudheid, ja, ik ben gewoon mens net als u. En heb je af en toe ook wel last van een verkoudheidje. En als dan een beetje naar je stem komt, dan goed. Dan neem je een extra slokje water en je kuch een klein beetje meer. Maar de kracht van de... Oh ja, ik weet, ik heb het nodig, Hils. Maar we weten, in de kracht van de Heer, dan zullen we overwinnen. En we zullen spreken en we zullen getuigen en zijn naam groot maken.
Psalm 90. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren. En gij aarde en wereld hebt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling wederkeren tot stof en zegt: keer weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaken. En gij spoelt hem weg. Ze zijn als een slaap in de morgen, als het gras het opschiet. In de morgenstond bloeit het en schiet op, en des avonds verwelkt het en verdort. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, en wij voleindigen onze jaren als een gedachte. En de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. En indien wij sterk zijn, 80 jaren. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. En wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, o Heere, hoe lang nog? En ontferm u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. Verheug ons naar de dagen waarin gij ons hebt verdrukt, naar de jaren waarin wij onheil hebben gezien. Laat uw werk aan uw knecht openbaar worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. De lieflijkheid van onze Heer, onze God, zij over ons, en bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Dat is het einde van de schriftlezing. En de spreuken 3, vers 5 en 6 is zo'n prachtige tekst. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Ken hem in al uw wegen en dan zal hij ze uw paden recht maken. Dat is toch grandioos, dat is toch kracht, hè? Dus we hebben eerst op een moment even een sokje drinken. Normaal heb ik het helemaal niet nodig, maar ja, wat ik net verwoorde, wegens een normale gezonde verkoudheid die vanzelf eruit geproest wordt. En wat weet je, één ding, de ongerechtigheden die hier liggen binnenkomen, die moeten ook uitgeproest worden en uitgegooid. En neem je een fles water mee in de auto en af en toe stop je even langs de kant van de weg. En dan denk je een beetje water en dan spoel je weer door en dan zeg je: Heer, dank u wel, prijs de Heer. Ik kan ook weer wat wegbrengen het op zijn tijd wat nodig is. En dan ga je weer. En dan rijden we verder. En zo is het gewoon een avontuur om zo heerlijk zo bij u te komen. Af en toe eens even stoppen, hup, en wat regelen. En dan ga je weer verder. En dan ben ik zo bij u gekomen. Maar als je Gods woord lezen, dat is toch geweldig. Want er gaat zo kracht vanuit. Maar die tekst, dat we hem moeten kennen in al onze wegen, dan zal hij onze paden recht maken, broeders en zusters. Maar we hebben eerst gelezen Psalm 90. Het heeft ook te maken met de betrekkelijkheid over ons aards bestaan hier op aarde. Hoe dan goddelijke bescherming continu nodig hebben, zijn engelenwacht. En wat is Gods woord geweldig, want hij zegt in zijn woord dat hij engelen zal schenken toen met de hemel, met de Pinksteruitstorting van de Heilige Geest. En toen de Heer Jezus ook heen voer naar de hemel, zei hij: de engelen die zullen komen als dienende geesten om Gods kinderen bij te staan. Om ons te gaan. En de Heilige Geest die zal ons onderwijzen in ons hart. Dat is toch geweldig dat we wijsheid ontvangen van hem. Door het Heer Jezus ook het offer gebracht heeft op het kruis op Golgotha. En dat is zo'n geweldige sleutel. Want we hebben pas de kerst gevierd of herdacht. Maar dat is zo belangrijk. Toen is de Heer Jezus als klein kind op aarde gekomen. Als een mens. Net als wij. Alleen zonder zonde.
Hij was volmaakt. Hij was rein, heilig, Gods zoon. En hij heeft op de aarde heeft hij rondgewandeld. Goeddoende. Veel mensen hebben genezing ontvangen. Maar wat is het geweldig dat hij ook zijn leven heeft hij gegeven als een offer, als een verzoeningsoffer. Want er was een breuk gekomen in de schepping tussen de mens en God. Het was verbroken. De mens kon niet meer tot God naderen in zijn heerlijkheid. Dus God heeft zijn zoon gezonden ter verzoening van al onze zonden. Jesaja 53, 4 en 5 is zo duidelijk lezen. Want door zijn striemen is ons ook genezing geworden, broeders en zusters. Ja, dat is toch geweldig dat hij dat allemaal ook geschonken heeft. Maar dat ging eerst door pijn, dat ging door moeite, dat ging door vernedering, dat ging door bespotting. Onze Heer Jezus is bespot en vernederd. Hij is gegezeld en geslagen en gekruisigd. Alles zeer pijnlijk. Maar weet je wat het wonder gebeurd is? Toen hij de adem uitblies, gebeurde een groot wonder. Het voorhangsel scheurde in de tempel van boven naar beneden open. En het voorhangsel was open. Dus de weg was open. Letterlijk dat de weg open is tot God de Vader. Door zijn verzoenend sterven aan het kruis op Golgotha is de weg open. En daardoor hebben we ook toegang. En daarom moeten we ook getuigen. Als we nou waar we ook komen, in wat voor omstandigheden, getuigen hadden van Jezus Christus. En de mensen die ga je aanzien. Want weet je wel, dat we tegenwoordig in de oogsttijd leven. Ja, dat klinkt voor een boer is muziek in de oren. Oogsttijd, die houdt van oogsten. Grote kippers vol, hoop product, hoop groei. Allicht, daar verlang je naar, daar bid je voor. Je zaait en je plant en je gaat verzorgen. Maar we zitten nu in een tijd, nu het zo ernstig is. Veel mensen hebben het heel moeilijk op het ogenblik. Omdat de spanningen toenemen. Politiek, economisch, ook in het onderlinge verkeer. Gisteren sprak ik ook vanuit de handel ook nog mensen. En die waren ook wat ouder van mijn leeftijd. En die zeiden ook, wat is het veranderd? Wat is de handel en de maatschappij hard geworden? Kei en keihard. Vroeger als je dan, wat een product dat waar ietsje aan mankeerde, wat je eigenlijk niet veel aan kon doen, maar het product was gewoon wat minder. Dan werd er meestal tolerant gehandeld. Joh, denk erom, de volgende keer, dat moet beter zijn. Hoor. Maar nu accepteer ik het. En die tijd ligt achter ons. Van accepteren en liefdevol communiceren met elkaar is voorbij. Gelijk is het kappen, snijden. Je moet geld af, je moet geld minder, wordt ervoor betaald. Je wordt gelijk, als het ware, iedere keer lijn getrokken. Aansprakelijkheidstelling is gigantisch toegenomen. Ook in Nederland. We hebben het vroeger in Amerika aangekomen, de aansprakelijkheidstelling. Nou, je ziet tegenwoordig wat er hier aan de hand is in Nederland. Je hoeft een kleinigheid, hoeft een andere tegenpartij een kleinigheid in zijn handen te hebben voor de aansprakelijkheidstelling. Of het wordt gebruik van gemaakt. Alle minuut. En die tijd leven we in. En wat is Gods woord dan? Gigantisch anders buiten de wereldse ideeën. Gods woord die zegt, liefde is het grootste gebod. En wat is de wereld? Kappen, snijden, afsnoeien, ontslaan, noem maar op. Want je bent niet meer dienstbaar, je bent niet meer productief genoeg. Dan moet je kijken naar de mens. De mens is een nummer verworden in de computermaatschappij waarin we nu zitten. Maar daarom is het zo belangrijk om bij Gods woord te blijven. Als we Gods woord ook iedere keer tot ons nemen, dan gaat het stromen door ons heen. Want het is een levend, krachtig woord. En Gods woord zal nooit ledig wederkeren. Dat is toch fantastisch. En dat mogen wij ook hanteren. En daarom heb ik ook met mensen waar ik ook mee gesproken heb, die hebben verzocht, kom eens op visite. Dan kunnen we nog weer spreken. Dus ik ben enthousiast aan nu al. En ik denk, oh heerlijk, er komen weer kansen om te kunnen getuigen, te kunnen spreken. En mensen tot de Heer te mogen leiden. Dan zijn we allemaal Jezus nodig. Als je zonder Jezus sterft, is het niet goed. En het oordeel is niet aan mij. Dat weten we allemaal. Gods woord zegt, het oordeel is aan God. Maar hij zegt wel in zijn woord. Je moet Jezus zijn zoon aannemen. Als je Johannes 3, vers 16 neemt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezond heeft. Omdat een ieder die in
hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En daarom is het allereerst ook mijn verlangen ook naar u allemaal toe. Dat ieder die hier op het ogenblik aanwezig is in de samenkomst, dat hij ook de Heer Jezus, zijn redder, als zijn Heer ook aangenomen zal hebben. En heeft het niet gedaan, kom de afloop naar voren. En dat ik ook in het gebed naar de Heer Jezus mag leiden als een middel. Want je hebt het zo nodig. Want we moeten eeuwig op die eeuwige stranden in de heerlijkheid bij God aankomen. En daarom heb ik pijn gehad toen mijn zoontje verongelukt is. Toen mijn vrouw met ziekte heen gegaan is. Ik kan me pijn over gehad. Maar ik weet één ding zeker. Ze is bij de Heer. En dat is toch een enorme troost. En dan ga je voor door, broeders en zusters. Dan heb je pijn gehad. Je hebt die echt letterlijk gevoeld. Maar toen ik de eerste keer met mijn zoontje 42 jaar geleden geconfronteerd werd. Toen hij met 3 jaar overreden werd. Was ik kapot. Ik was lam geslagen. Maar ik zal één ding vertellen. Toen 10 jaar geleden mijn vrouw ook door een ziekte toch heen gegaan is. Wist ik één ding zeker. En dat vind ik nog steeds een wonder. Van genade, niet van mezelf. Maar genade, zo sterk is God met zijn geest die hij aan zijn kinderen geeft. Ik heb nog gezegd, mevrouw, ik heb pijn, ik heb verdriet. Want ik ga mijn geliefde vrouw naar het graf brengen. Maar één ding weet ik zeker. God zal mij vasthouden. Hij heeft mij vastgehouden met mijn zoontje van 3 jaar. En hij zal het nu weer doen. En het bewijs is, hij heeft het gedaan. Dan zal ik hier niet voor u kunnen spreken. Had ik plat geweest, had ik lam geslagen geweest. En daarom moeten wij ook geestelijk resetten. Iedere keer weer opnieuw onze eigen afvragen. Waar zitten we nu? Wat hebben we meegemaakt? Wat hebben we voor pijn? Wat hebben we voor moeite? En je weet, resetknoppen, dat is bij iedereen bekend toen. Dat is het verleden eventjes afsluiten. En weer opnieuw beginnen. Maar wel met de Heer natuurlijk, met de Heer Jezus. Nou, en zo zijn we nou hier bij elkaar. Meteen vind ik daarom zo mooi dat het nou 4 januari is. Want het is echt het begin van een nieuw jaar. En je weet, een nieuw jaar, zoals we bij een dag zeggen, iedere nieuwe dag en nieuwe kansen. Maar een nieuw jaar heeft ook nieuwe kansen met de Heer. En we zien toch aan de ontwikkeling in de wereld. Jezus Christus, hij komt spoedig op de wolken des hemels om zijn kinderen te halen. En daarom hebben we ook meegemaakt de vorige decennia met alle vervolgingen in China, Noord-Korea, alle landen waar christenen geloofs, broeders en zusters van ons, omwille van de geloof ook gevangen gezet zijn, zelfs ook vermoord zijn. Maar ze bleven standvastig omdat de ogen omhoog gericht waren. En doordat de ogen omhoog gericht waren, hielden ze vol. Maar ze keken naar de betere toekomst die voor hun weggelegd was. En dat moeten we dan zien. Al zien we naar de omstandigheden om ons heen, dat er hoop schudt en wankelt. En dat is gewoon waar. Maar als je Matteüs hoofdstuk 24 leest, kan je het zo duidelijk lezen. Als je thuis na zou lezen, Matteüs 24. Van alles wat er aan het gebeuren is, nu reeds en in de toekomst. En het afgelopen jaar hebben we een jaar gehad, omdat ik agrariër ben en boer ben, heb je er veel beter erg in, omdat je met die gewassen ook mee te maken gehad hebt. We hebben het warmste jaar gehad sinds mensenheugenis. Zo warm. Nooit gebeurd. Terwijl, in ons leven maken wij nu dingen mee, zaken mee. Ik ook, met mijn 73 jaar, net zo goed. Dit nog nooit eerder meegemaakt heb. En dat is altijd niet leuk, broeders en zusters. Wil ik ook vertellen. Het is altijd niet leuk. Maar ik weet één ding zeker. Wat is het allemaal betrekkelijk hier. We hangen eraan. En ik vind het geweldig, want ik kom ook graag ook naar u toe rijden. En niet op een fiets of wat dan ook. Om nou schrikstekende weg te zeggen. Maar liefst ook met een auto die je comfortabel hier tot aan de deur brengt. Met een routeplanner aan boord. Die me exact, ik zou het anders moeilijk hebben kunnen vinden. Hij brengt me exact hier voor de deur naast de auto van zuster Ilse. Dus ja, daar stond ik gelijk goed natuurlijk. Toen wist ik, dacht, hey, die ken ik die auto. Dat is hem. En dat is toch geweldig. Maar denk je dat wij dat begrijpen? Hoe die ton, die routeplanner werkt. Die kijkt over de flats heen, overheen. En waar je rijdt die auto? Zegt die lieftallige juffrouw.
In de auto, links, rechts, binnenkort. Rechtdoor of linksom en alles. Het is een heel, ik denk de Belgische die ik heb, aan de uitspraak te horen, een zachte G zit er altijd in. Nou goed, en die geeft maar, jij ze hem hier tot aan de deur gebracht. Dat zullen wij nooit kunnen begrijpen. Maar ik weet toch wel begrijpen dat God almachtig is. Als nou de mens met zijn beperkte verstand ten opzichte van God zijn wij beperkt. En God is almachtig. En wat de mens al dan die uitspoken met elektronica, met computers en al de chips en toestanden. En als je nou al via de satelliet exact hier kunnen brengen. Dat begrijpt toch niemand. Maar als ik in het land rijd en wij zijn met onze tractor aan het aardappelplanten, zit ook GPS-besturing op. En dan moet je ook zo met je armpjes over elkaar zitten. Want als je hem aanraakt, dan ontregel je hem. Dus handen over elkaar. En zo, maar dan kijk je om. En dan zeg je, oh broeders. En zuster, ik snap er ook niks van. Maar ik leg nog kaasje recht. Wat ik met mijn eigen talent nooit voor elkaar zou kunnen krijgen. Dat doet de techniek. Nou, die tijd leven we in. Maar hou één ding vast. Door alles heen. En waar we ook hier ook doorheen gaan. Veel mensen die zijn nu erg nerveus geweest. Op met de postcode loterij richting de jaarwisseling natuurlijk. Die waren hoog nerveus. Zullen best wel een hoop slecht geslapen hebben. Fijn, het hij is gewoon weer uitgekeerd hier of daar. Maakt me allemaal niet uit. Maar dan ga ik ook even een voor u lezen. Matthäus 6. De paar versen die ook betrekking hebben. Over die aardse schatten. En dan staat in Matthäus hoofdstuk 6. De versen 19 tot 24. En daar staat het zo duidelijk in. Matthäus 6, 19 tot 24. Daar staat boven de ware schat. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt. En we dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt uw schat in de hemel. Waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt. En waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En de lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is. Hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben. Of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En dat is Gods woord. Dus verzameld, geniet ervan. Als je goederen toevertrouwd hebt, maar wij zijn rentmeesters, wij zijn nooit geen eigenaars. We hebben het in bruikleen. En zolang God ons de levensadem geeft, mogen wij er ook van genieten. Echt waar, broeders, dus dat is ook een gave van God om ervan te mogen genieten. Maar we weten altijd persoonlijk de betrokkenheid, onze levensadem. Veel mensen hebben vanmorgen weer plannen gemaakt. Maar er zijn ook weer veel mensen, verschillende, die komen vanavond niet levend thuis. Want die zijn inmiddels door omstandigheden, of door ziekte of ongeluk of wat dan ook is. Maar die zijn niet meer in het land de levende. Dus daarom moeten we alles ook God danken voor de levensadem die hij schenkt. Want de levensadem is uit God. En als we het gaan zien, dat we het ontvangen als een genade, als een gunst, de levensadem, dan gaan we hem ook echt ervoor danken. En loven en prijzen. En ook met al die aardse goederen. Geniet ervan als je het mag bezitten. Maar van de andere kant moeten we altijd overtuigd zijn. Het is betrekkelijk. Je mag het even gebruiken. Zoals ik ook met mijn zoon ook samen land in beheer mag hebben. Hebben in wezen bruikleen. Het is allemaal van de Heer het land. En als je het zo gezien. En dan word je zo dankbaar. Omdat je het mag gebruiken. Maar je ziet niet. Hij zijn eigen eer. Hij zijn eigen kunnen. Er zijn mensen die hebben alles redelijk goed onder controle met hun verstand. Met de leefwijze, met de handelwijze.
En die zijn eigenlijk zo perfectionistisch en ze denken dat ze bijna alles in handen hebben. Maar dan komt het probleem. Met het ouder worden komen ze erachter dat ze eigenlijk niks meer in handen hebben. Want ze worden ouder en iedere keer raken ze wat zeggenschap kwijt over haar eigen plannen en haar eigen bedenkingen. Want je moet het overgeven. Nou, en daarom, zo moeten wij nu ook reeds leven in die afhankelijkheid van onze hemelse Vader. Wees dankbaar en dank hem wat hij alles aan u schenkt in bruikleen. Kinderen, die zijn ook aan ouders gegeven in bruikleen. Maar die zijn in wezen allemaal van de Heer. Dus we mogen het ook allemaal bij de Heer brengen. Maar wij mogen ze opvoeden in Godvrezendheid om de Heer te dienen en hem groot te maken. En dat zie ik ook in, door mijn kinderen heen, door mijn kleinkinderen heen. En dan geniet ik zo, als opa ze ook zo mag verwennen. Maar ook met het woord, ook voor ze mag zegenen en bidden. Altijd de bres staan, altijd voor mijn kleine kinderen. Want dat hebben ze zo hard nodig. Want ze hebben die aandacht nodig en die liefde hebben ze zo hard nodig. Maar God, want Jezus zegt ook zo duidelijk, en daar moet ook de Heer Jezus ook aannemen. Johannes 14, vers 6. Er staat heel duidelijk, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat weten wij, dat is de enigste weg. En daarom zullen wij hier bij elkaar zijn. We hebben even een terugblik geworpen op het verleden, waar we doorheen gegaan zijn. Maar we zijn op weg naar een heerlijke toekomst, broeders en zusters. Want weet je wat je ook ontvangt als je de Heer Jezus ook aan mag hangen? Als uw Heer, een redder, verlosser. Heer, dat je alles ook voor u betekent, dat je weg opengemaakt naar God de Vader. Dan heeft hij ook die vrede ontvangen van Filippenzen. Hoofdstuk 4, vers 7 staat zo duidelijk in. En de vrede Gods, die alle verstand erboven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is toch geweldig? En die vrede kan u niet in de supermarkt in de hoek kopen. Is niet te koop. Al ben je schatrijk, al heb je de lotto gewonnen, kan je nog de vrede niet kopen. Die kan in juist tegendeel, die kan onvrede geven en onrust. Hoe hou ik wat ik nu gekregen heb? Hoe hou ik het bij elkaar? Want dat is angstig leven. Om daar te gaan bewaken. Terwijl je vingers gaat tussen de glippen weer kwijt op een gegeven moment. Gewoon met ouder worden. Dus het is allemaal betrekkelijk. Daarom moeten wij op het heden de Heere danken. Wat hij ons nu geeft. En in de toekomst zal geven. Maar God is ook een liefhebbende Vader. Hij wil ons niet kastijden. Hij wil ons juist het goede geven. Hij wil ons juist zegenen. En dat is zo belangrijk. En zo hebben we een levensreis hier te gaan. De een, die wordt jong. Want ik was op de woensdag voor de eerste kerstdag. Was ik ook weer bij een begrafenis van een zuster. In de Heer van 59. Die ook ter aarde besteld werd. Maar het leven was over. En een, door een ziekte heel snel. En een keer over. Maar dan word je zo bepaald. En dan ga je kerst vieren met je gezin. Met de kinderen eromheen. En dan ga je het zo ervaren, letterlijk als een enorme zegen en een genade en een rijkdom. Wat de Heer geeft aan je, waar je nog mag meemaken, waar je nog in mee mag beleven. Maar we zijn op weg. Want u weet ook wel een, met de Thessalonicenzenbrief, die praat zo duidelijk. Want u moet onderscheid maken. Er wordt niet zoveel onderricht over gegeven, over de wederkomst. Want de Heer Jezus zal staan met zijn voeten op de olijfberg. Maar daarvoor gebeurt er wat anders. Hij zal eerst de wolken des hemels komen om zijn kinderen te halen. En dan gaan we ook even letterlijk uit Gods woord lezen. Anders zou het mijn woorden zijn, maar ik wil Gods woord graag laten spreken. En er staat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, de versen 13 tot 18. En dat vind ik ook zo prachtig, dat is ook een heenwijzing, dat wij ook weer met de Heer Jezus verenigd zullen zijn. Ook met onze geliefden die in hem gestorven zijn. En daarom moet je dat ook goed vasthouden. De toekomst die voor ons als Gods kinderen ook weggelegd is. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, de verse 18
13 tot 18. Toch, wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, omdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met de woorden des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ene bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermakelijk kan het dus met deze woorden. En dat is zo'n krachtig woord uit Gods woord. De toekomstvisie. Maar we zijn op weg. We zijn op reis. We hebben bestemming. Ieder van u die hier aanwezig is, hebben bestemming. Maar God heeft een plan met u. Want u mag nog leven. U mag nog functioneren. Maar hij zegt zo gezien om hem dienstbaar te zijn. Want we hebben ook net voorgelezen dat we geen schat op aarde moeten verzamelen. Maar we moeten schat in de hemel verzamelen. Want moet nog roesten onttoomen zal maken. Want dat heb je ook. Dat staat ook zo heel duidelijk. Ook in het vers 6. Matthäus hoofdstuk 6 vers 33. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de rest zal u geschonken worden. Dus hebben we nog duidelijker aanwijzingen vanuit Gods woord nodig. Die zegt heel duidelijk. Ze richt je ogen omhoog. En verzamelt die schatten in de hemelen. En als je dan bij een begrafenis zulke lovende woorden over de persoon gesproken gaan worden, zegt het mij helemaal niets. Weet je waarom niet, broeders en zusters? Het is goed als je een goede recensie hebt, is niet verkeerd. Maar je kan er niks mee doen. Want bij de dood houdt alles op hier in het leven. Maar dan moeten we op weg naar de Heer. En ons paspoort moet getekend zijn door het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. En daarmee komen wij boven. En wij komen niet bij de Heer in zijn heerlijkheid, zijn glorie, met bepaald kerklidmaatschap, bepaald gemeentelidmaatschap. Nee, het is persoonlijk. Ene weg. En daarom in de gesprekken die ik mag voeren met mensen altijd om me heen. Of nou uit kerk is of uit gemeente is. Maakt niks uit. Ik zeg, we hebben één gemeenschappelijk. En dat is Gods woord, de Bijbel. En daar gaan we uit voort. En die zegt heel duidelijk, daar is geen weg van gereformeerd, of hervormd hersteld, of vol evangelie, of gematigd evangelie, of pinkster, of wat dan ook. Het is puur Gods woord. En dat is onze leidraad, Gods woord, de Bijbel. Houd dat goed vast. Maar lees het woord, laat het in u dringen. Dat het iedere keer u verzadigt, dat het u voedt. Want waar je door gevoed wordt, zal je ook uit gaan stralen. En daarom moet je die liefde van Jezus Christus, de liefde is het grootste gebod, laat het ook door je heen dringen. Die liefde en die blijdschap en die vrede waar de wereld naar snakt. Want Romeinen 8, vers 18 zegt zo duidelijk, de wereld wacht op, echt op het openbaar worden der zonen Gods, nota van de dochteren Gods, van iedere wederom geboren christen die vol geest vervuld is. Want als je geest vervuld bent, dan ben je geen saaie vrouw of man meer. Ben je man, dan sta je te shaken, dan sta je enthousiast. En dat heeft niks met liefde te maken. Maar dat is gewoon de geest die God aan zijn kinderen geeft. En daar ga je van spreken. En dat je mensen tot jaloersheid mag wekken. En dan is de Heer Jezus aangenomen. En die tijd leven we in. Want de wereld en Europa en Nederland en ook Meppel en of Nieuwe Tongis of Zwolle, waar ook, ze hebben allemaal Jezus nodig. En we gaan nou een nieuw jaar in met verschrikkelijk snelle ontwikkelingen. Politiek, weet u wat er allemaal aan de hand is met economische boycotten met Rusland,
met Oekraïne, maar verschillende landen. In Afrika, met ziekte, oorlog onderling, de ISIS, Syrië, Irak. Er is zoveel ellende. Je hoeft eigenlijk de televisie, die geeft zoveel probleemgevallen weer, dat je gewoon moet horen zitten. Wat ik net al in het begin al aanhaalde, leg het even terug en pak Gods woord. En zegt, ja, maar Heer, maar u heeft ons, daar zijn we geen kalmereis beloofd, maar een behouden aankomst heeft u beloofd. Dus daarom wens ik u allemaal toe in het nieuwe jaar, he, dat je zo krachtig op weg gaat en verwacht een wonder van hem. Want hij geeft een wonder van u. Hij wil u zegenen. Hij wil u nabij zijn. En hij zoekt mensen ook die gebed nodig hebben. Of nou voor ziekte is, of voor bemoediging, of geestelijk, of wat dan ook. Dan met een voor elkander op de bres staan in Jezus' naam. Om hem bij voor Gods troon te brengen. Troon van genade. Want hij is God, is niet veranderd. Want wij mogen nog steeds een God dienen van wonderen en tekenen. En die zullen de gelovigen volgen. Dat is toch fantastisch, broeders en zusters. Dus ik wou u bemoedigen. Al zien zijn de omstandigheden in je persoonlijk leven niet zo gemakkelijk. Maar hou vol. Want eens zullen we ontvangen wat de Heer Jezus de prijs voor ons betaald heeft. En dan mogen we daar bij hem weer onze eeuwigheid doorbrengen. In zijn heerlijkheid. En dan zullen onze geliefden ook weer ontmoeten. Met de Heer Jezus. Alles tezamen. Het is fantastisch. Maar wat is het verschrikkelijk om verloren te gaan. Want er zijn twee wegen. Er is een hemel en een hel. En dat doet mijn pijn echt oprecht pijn. Ik weet dat ik met mensen weinig contact heb kunnen krijgen. Ik denk, oh Heere, daar ben ik echt door bewogen. Maar wat is het heerlijk om te mogen weten. Als er mensen tot geloof komen. En ze hebben doffe ogen. En ze komen tot geloof. En ze gaan stralen in de Heere Jezus. En ze stralen. Ze gaan hem loven en prijzen. Daar staat de Heilige Geest ook zo doorheen gewerken. Daar is ze zo geestvervuld geworden. Nou, dan is het gewoon feest. Dat is dan ook explosie. En we hebben tegenwoordig ook veel mensen. Die zijn net van die vuurpijlen. Zoals ze dan ook in het afgelopen oud en nieuw gehad. Maar al de pijlen. Nou, dat is natuurlijk weer een hoop ellende gebeurd. Van verminking en ook van branden. Maar hoeveel mensen zijn in het leven niet als een vuurpijl. Dan zeggen, ja, we schieten. We zien wel waar we terechtkomen. Maar zo is het niet. Je moet een plan hebben. Want je hebt een bestemming. En God heeft een plan met ieder van u persoonlijk. Dus als er mensen zijn die nog nooit de Heer Jezus aangenomen hebben. Of gebed nodig hebben voor ziekte of pijn of wat dan ook. Maar kom naar voren dat we gezamenlijk ook in het gebed voor Gods troon mogen brengen. En weet één ding? Hij is een verhoorder van gebeden. Want hij wil ons zegenen. Hij wil ons nabij zijn. En dat wens ik u toe voor dit nieuwe jaar wat net begonnen is. In de kracht en de bescherming onder Jezus bloed. En dat uw paspoort getekend is door Jezus bloed. Om als onze levensadem van ons weggaat, gaan we naar hem toe. Amen. Amen.